deze bijeenkomst over grondwater een onzekere basis? Vraagteken. Op deze sheet zien jullie wie er allemaal meewerken aan deze bijeenkomst. En gaan we ook even het programma presenteren. Dus de volgende slide kan in beeld. Kun je even het programma laten zien, Ronald? Ja, dankjewel. Nou, ik ben dus Michelle Talsma. Ik werk bij de STOA als programmamanager op watersystemen. En waarom hebben we eigenlijk deze bijeenkomst over grondwater? Nou, grondwater vinden wij zelf een beetje een ondergeschoven kindje, terwijl het natuurlijk een hele belangrijke factor is in het waterbeheer. Ja, onze gewassen kunnen niet groeien zonder grondwater. De natuur is ervan afhankelijk. En ook bijvoorbeeld de beken, ja, die stromen niet meer als we een hele droge zomer hebben. Dan worden ze gevoed door het grondwater. Dus eigenlijk hopen we deze bijeenkomst vandaag dat we kunnen bereiken dat jullie hart voor het grondwater harder gaat kloppen. We vragen ons wel af van waarom is er zo weinig aandacht voor het grondwater. En dat heeft misschien te maken met dat het een onzekere factor is. Nou, daar gaan we deze sessie op in. En vanuit twee kanten. Dus we kijken zowel naar de fysieke omgeving en meetnetoptimalisatie. En aan de andere kant kijken we naar de wet en regelgeving. En of daar onzekerheden in zitten of juist misschien wel heel veel zekerheden. Aan het einde van de sessie gaan we met jullie in discussie aan de hand van een Mentimeter. Dus hou vast een ander mobiel of device bij de hand, zodat je de code van de Mentimeter in kan typen. En rond 12:15, dan sluiten we de sessie. Nog eventjes wat huisregels. Als je vragen hebt, zet ze in de chat. Verder wordt de bijeenkomst opgenomen, dus als je daar problemen hebt, ja, dan hoop ik toch, dan moet je helaas de bijeenkomst verlaten. We hebben dus twee presentaties in deze sessie en we stellen voor dat we aan het einde van de sessie, dat we dan de vragen gaan stellen. En Rob Ruitenberg die houdt voor mij de chat in de gaten en die zal dan zeggen welke vragen er beantwoord kunnen gaan worden. Ik hoop dat het helder genoeg is. Kunnen we eigenlijk beginnen met de eerste spreker, Jelle de Jong. Nou, wie is Jelle de Jong? Jelle die werkt als hydroloog bij waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij heeft gestudeerd aan de TU Delft Watermanagement. En tijdens zijn carrière heeft hij een beetje rondgehopt bij verschillende adviesbureaus en nog een ander waterschap. En uiteindelijk zit hij helemaal op zijn plek bij het waterschap Drents Overijsselse Delta. Jelle wordt helemaal blij van hydrodynamische modellen en de data die je daarin kunt stoppen. En toen het waterschap mensen zocht voor het datalab, dus stak hij ook meteen zijn vinger op. Wat ik al zei, Jelle gaat in op meer de fysieke omgeving buiten en hoe je dat in de vingers kunt gaan krijgen. En dan met name meetnetoptimalisatie. Dus Jelle, aan jou de floor zeggen we dan. En misschien ook nog even van waarom vindt het waterschap grondwaterinformatie belangrijk? Dus misschien kun je daar nog eerst even heel kort iets over zeggen. Ja, dat ga ik doen. Als het goed is, zien jullie de presentatie groot. Zo niet, dan hoor ik dat graag van iemand. Dan gaan we het anders proberen. Ik mag het inderdaad over grondwateroptimalisatie hebben. Ik hoor een enorme echo. Komt dat door mij of staat er nog ergens anders een microfoon aan? Anders ga ik een andere microfoon proberen. Nee, het gaat goed hoor. Ik hoor geen echo. Oké. Ik nou ook niet meer. Het meetnet optimalisatie van het grondwater waarbij waterschap Drents Overijsselse Delta mee bezig zijn geweest. Ik kom zo meteen terug op waarom we dat dan belangrijk vinden. Ik ga eerst even uitleggen hoe ik het hele verhaal heb opgebouwd. Ik ga eerst het begin uitleggen, daarin leg ik uit waarom we het belangrijk vinden en waarom we gingen onderzoeken of het ook slimmer kon of geoptimaliseerd. Daarna ga ik vertellen welke onderzoeken we daar dan voor gebruikt hebben. We hebben er namelijk meerdere gebruikt om te zoeken wat nou het optimum is. Dan ga ik zeggen wat het resultaat is van die twee onderzoeken zijn die we gedaan hebben. Dan wat we vervolgens met het lagen en het fruit hebben gedaan. En dan wat we nou verder nog van plan zijn. En daar volgt ook nog een vraag aan jullie, wat we denk ik niet vandaag op gaan lossen. Maar als jullie een antwoord hebben, dan hoor ik het graag, want wij komen daar niet uit, nog. Eerst nog een beetje context geven, zodat je beter snapt waar ik het dan precies over heb.
over welke onzekerheden ik het ga hebben in deze presentatie. Nou, ik heb voor het gemak de onzekerheden verdeeld in juridische onzekerheden en werkelijke grondwaterstand onzekerheden. Die juridische onzekerheden deel ik dan vervolgens weer op in waar zijn we verantwoordelijk voor en wat kunnen we eigenlijk als waterschap. Daar ga ik niks over vertellen, want daar weet ik helemaal niks van. Maar daar weet Peter dan weer heel veel van. Dus als jullie dat willen weten, blijf gewoon even zitten. Komt vanzelf goed. Dan weet je daar dadelijk ook alles van. Waar ik wel verstand van heb, is de werkelijke grondwaterstand. En de werkelijke grondwaterstand weten, daar heb ik dan ook weer twee onzekerheden of twee vragen bij. De eerste is, hoe goed weten we eigenlijk de werkelijke grondwaterstand? Zitten we daar een meter vanaf of 10 centimeter en elke dag of soms? En hoe goed moeten we het eigenlijk weten? Want we hoeven de grondwaterstand niet te weten omdat we de grondwaterstand willen weten. We willen de grondwaterstand weten omdat we andere doelen hebben als waterschap. En daar ga ik bij dit plaatje even heel kort op in. We hebben een primair meetnet als als WDOD met 250 buizen ongeveer. En we hebben in totaal 1150. Die andere 900 buizen, dat zijn projectbuizen. Die zijn echt aan projecten gebonden. Nou, het primaire meetnet, dat hebben we omdat wij als waterbeheerders juridisch volgens mij ook nog verplicht zijn om een beeld te kunnen geven van de grondwater en oppervlaktewaterstand trouwens ook in ons beheersgebied. Dus we moeten dat sowieso vanuit de wet moeten we dat wel doen. Maar we willen dat zelf natuurlijk ook, want als waterschap willen wij graag onze ingelanden, ingezetenen goed kunnen bedienen. Wij willen ervoor zorgen dat ze lekker kunnen landbouwen, lekker kunnen wonen enzovoort. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, moeten we wel weten hoe ons watersysteem functioneert en hoe ons watersysteem functioneert op ingrepen die we doen. Of hoe het waarschijnlijk gaat functioneren op ingrepen die we gaan doen. Dus we moeten daar dat soort dingen weten om te kijken hoe het nu is en om een beeld te kunnen krijgen van wat effecten van maatregelen zijn. Nou, dat geldt voor ons hele gebied, om bijvoorbeeld de droogte in beeld te houden, maar dat geldt ook voor specifieke projecten. Alleen bij projecten komen er nog een paar dingetjes bij. Je verwacht met een ingreep een bepaald gedrag van je systeem. Maar dat kan natuurlijk altijd anders zijn. Niet altijd komt uit wat wij verwachten. Nou, daar heb je ook buizen voor nodig om dat in de gaten te houden, zodat je aan de bel kan trekken. Jongens, het gaat niet zoals we verwachten. Stop nu direct of ga heel snel door met wat je ook maar van plan bent. Het plaatje wat je hier ziet, dat is wel even leuk. Dat is een heatmap van de pijlbuizen die we hebben. Nou, dan kun je wel zien dat we het dus niet gelijkmatig over ons gebied verdeeld hebben. Daar zijn goede redenen voor. En de vraag die ik nu ga beantwoorden, zijn die 1150 buizen nu echt nodig voor de doelen die we als waterschap hebben? Of kan het ook met minder? Of hebben we er misschien zelfs nog wel meer nodig? Nou, wij vermoeden dat het met minder kan. We hebben een aantal redenen voor, maar deze, aan de hand van dit plaatje ga ik het kort toelichten. We hebben in totaal 1150. Dat zijn al die puntjes die je in het linkerbeeldje ziet. Maar als wij het bestuur gaan informeren in een droge periode bijvoorbeeld, over hoe het met ons systeem zit, dan gebruiken we maximaal 39 buisjes. En dat zijn die buisjes, die puntjes aan de rechterkant. Nou, 39 is echt veel minder dan 1150. En kennelijk hebben we aan 39 buisjes ook genoeg om ons bestuur te informeren over hoe het gaat. En ook genoeg om te besluiten waar we wel water heen gaan brengen en waar niet. Dus we zijn onderzoeken gestart. Twee, om precies te zijn. Een tijdreeksanalyse, om te kijken of we ons meetnet misschien kunnen uitdunnen. En een wiskundige methode. Nou, die wiskundemethode ga ik zo meteen verder uitleggen. En die tijdreeks Pro plus Advanced. De Pro plus Advanced, dat slaat erop dat een tijdreeksanalyse wat je dan doet, in ieder geval als je het over grondbuizen hebt, traditioneel, is ik stop de neerslag in en verdamping en dan ga ik kijken of ik de grondwaterstanden kan voorspellen. En als ik dat goed doe, dan vertrouw ik mijn automatische modelletje en dan kan ik dat voor meer dingen gaan gebruiken. Nou, we hebben behalve neerslag en verdamping er ook nog andere zaken bij gestopt, zoals andere pijlbuizen en oppervlaktewaterstanden en nog wat zaken. Nou, dat David. Vervolgens gaan wij dus dat soort modellen maken en dan kunnen wij de grondwaterstanden bij al die buizen, bij al die 1150 buizen die we hebben, kunnen wij voorspellen op basis van andere gegevens dan de metingen in de pijlbuis zelf. Dus die voorspellen we dan op basis van grondwaterbuismetingen van andere buizen, neerslag, verdamping en oppervlaktewaterstanden. Wat er dan gebeurt, dat voorspellen, er gebeuren een heleboel dingen, maar aan de hand van dit grafiekje ga ik een beetje uitleggen wat het belangrijkste is.
Op de horizontale as zien jullie het aantal buizen dat wij gebruiken om de andere buis te voorspellen. Nou, dus als we 100% van onze buizen gaan gebruiken, dan zitten we helemaal rechts. En op de verticale as, dat zien we daar, daar zien we hoe goed we kunnen voorspellen. En dat is dan uitgedrukt in explained variance percentage. Laat dat maar even zitten wat dat nou precies betekent. Het komt er in ieder geval op neer dat 1 helemaal perfect is. Dus dan is de voorspelling van de pijlbuis laat precies hetzelfde zien als wat we meten in de pijlbuis. En bij 0 is het helemaal fout. En bij 50 dan komt het een beetje neer. Ja, dan kun je net zo goed met een dobbelsteen gooien. Moet het niet te ingewikkeld maken. Nou, wat we dan wel zien, is dat als ik 90% van de pijlbuizen gebruik, dus 10% niet, dan zit ik met in al onze deelgebieden eigenlijk nog steeds praktisch op 1. Dus dat betekent dat ik al die buizen die ik eruit gehad heb, praktisch net zo goed kan voorspellen als wanneer ik op dat punt zou meten. Nou, ga ik naar 50%, dan begint het pas lekker te dalen. Dus wat ik hier uit kan halen als gevoel is, ik kan best veel buizen eruit gooien zonder dat ik echt heel veel kennis verlies van mijn systeem. Nou, dat is hetzelfde verhaal als hier nog een keer toegepast. Ik wil alleen even op de primaire buizen mikken, want zoals ik net al zei, de projectbuizen die kunnen hele specifieke meetdoelen hebben. Maar als we alleen maar naar ons primaire meetsysteem kijken, wat dus bedoeld is om een algemeen beeld te krijgen van ons hele systeem, dan komt deze analyse er ongeveer op uit dat er 20 tot 122 punten van de 250 kunnen verwijderen zonder dat we echt serieus minder weten van ons watersysteem, van ons grondwatersysteem. Dat is heel fors, vinden wij in ieder geval. Nou, nu de andere theorie. Kijken of daar wel op hele andere getallen uitkomen. Deze methode hebben we met wiskunde gedaan. Die werkt een beetje anders. We hebben hier alleen maar grondwaterbuizen gebruikt. Dus niet ook nog neerslag en andere dingen. Alleen maar grondwaterbuizen. En die met elkaar vergelijken. En hier is één ding even van belang. Voor deze methode heb je lange, goede reeksen nodig. Van 10 jaar. En dat levert dus op dat we maar 214 primaire buizen ook echt voor deze analyse konden gebruiken. En maar 124 projectbuizen. Waarom maar 124 projectbuizen? Daar hadden we er toch bijna 900 van. Ja, dat komt omdat projecten, die duren meestal geen 10 jaar. Dus die buizen haal je er na 5 jaar weer uit. Ja, dan kunnen we ze dus niet gebruiken, want de periode is te kort. Wat gebeurt er met de informatietheorie? Ook dit ga ik niet helemaal uitleggen. Het komt erop neer dat we van elk monitoringspunt gaan kijken, hoeveel zegt hij over zichzelf en hoeveel zegt hij over andere monitoringspunten? Nou, degene die heel veel vertellen over zichzelf en andere monitoringspunten, die vinden we belangrijk. En de punten die relatief weinig vertellen over andere monitoringspunten en zichzelf, die geven heel weinig punten. Je kunt je voorstellen dat als ik A, B en D heel goed weet, dat ik C eigenlijk helemaal niet meer nodig heb. Dat is wiskundig een super zware berekening en daarom hebben we ons hele gebied een heleboel deeltjes opgedeeld. Dat stel ik even, omdat ik kom ik zo meteen nog op terug. Wat zien we dan? Helaas heb ik niet precies zo'n soort grafiek van deze methode als van de tijdreeksmethode. Dat had wel gekund, maar die heb ik niet. Wat je hier ziet is de variantie, dus de afwijking van de voorspelling ten opzichte van wat er echt gemeten is, over ons hele beheersgebied verdeeld, uitgespreid. En als we dan gaan optimaliseren volgens deze wiskundemethode, dan komen we erop dat we bij 160 monitoringspunten we eigenlijk de hoogste informatiedichtheid hebben. Nou, en 214 hadden we. 156 is serieus minder dan 214. Terwijl de prestatie nauwelijks achteruit gaat. Je ziet dat de gemiddelde variantie over ons hele gebied wordt maar 5% slechter. Dat zie je in de tekst onderstaan. En de maximale variantie, daar verandert zelfs helemaal niks aan. Dus we kunnen behoorlijk reduceren zonder dat we kennis verliezen. Datzelfde staat hier nog een keer in tabelvorm. Scenario 0 is de huidige situatie. Met een gemiddelde onzekerheid van 1,47. Scenario 1 is helemaal geoptimaliseerd. Gewoon zoveel mogelijk informatie per meetpunt. Dan wordt het 5% slechter van. En scenario 2 hebben we nog een trucje uitgehaald van wat nu als we in de gebieden, in dit plaatje dus, waar relatief veel varianties, waar we relatief onzeker zijn, als we daar nou nog een paar punten bij zetten, wat gebeurt er dan? Nou, dan komen we op 180 meetpunten uit, met een veel betere nauwkeurigheid. De gemiddelde onzekerheid wordt 20%
wordt 20% beter en de maximale onzekerheid neemt zelfs met bijna 25% af. Dus dat is veel beter. We kunnen met het aantal buizen veel beter voorspellen dan we nu doen. Hier staat hetzelfde verhaal nog een keer in tekst. Als we alleen naar het primaire gebied kijken, kunnen we 34 tot 58 meetpunten volgens deze methode verwijderen. Zonder informatieverlies. Nou, hebben we dus die 250 primaire buizen nodig? Nou, beide methodes zeggen van niet. Die tijdreeksmethode zegt van, nou ja, je hebt daar eigenlijk aan tussen de 152 en 239 ook wel genoeg. De informatietheorie zegt, ja, je hebt tussen de 156 en 180 heb je eigenlijk ook wel genoeg. Dan weet je nog precies evenveel als je nu eet. Nou, grofweg ziet het er wel uit. Nou, 20% van de buizen kan er wel uit, zonder dat we informatie verliezen. Nou, dat is leuk, dat gaan we dan doen. Maar, dan gaat er iets mis. We dachten namelijk, dan pakken we, gaan we kijken welke buizen er volgens de tijdreeksmethode uit kunnen en volgens de informatietheorie-methode. En dat bleek dus helemaal niet te overlappen. Ik heb daar geen kaartje van. Waar ik wel een kaartje van heb, is welke 20 buizen volgens de informatietheorie het belangrijk zijn en welke 20 buizen volgens de tijdreeksanalyse het belangrijk zijn. En dan zie je dat overlapt nauwelijks. Nou, en datzelfde geldt ook voor de buizen waarvan zij zeggen, deze zijn het minst belangrijkst. Dus toen we dat laaghangend fruit wilden gaan plukken, toen bleek er helemaal niks te plukken. We hadden geloof ik twee buizen die overlapten, waarvan beide methodes zeggen, deze heb je niet nodig. Dus de conclusie is, beide methodes zeggen, nou ja, je kan er wel 20% afhalen, maar welke 20%, daar zijn we het niet over eens. En ook niet nadat we er met z'n allen even naar gingen kijken. Dus we moeten wel verder, want het kan kennelijk efficiënter, maar hoe? Weten we nog steeds niet. Dus de conclusies zijn voorlopig voor ons. We moeten de meedoelen op projectlocatie moeten we veel beter in beeld hebben. Want we hebben dat nou allemaal een beetje links laten liggen. Van ja, dat is een beetje te eng. Want misschien staan ze er wel om een cultuurhistorisch gebouw te beschermen of zo. Dat weten wij veel. Ja, dat weten we wel. Maar het staat niet goed genoteerd. Dus we moeten dat even goed op orde krijgen. Zodat wij weten als een projectlocatie gewoon gemeten wordt voor het algehele beeld. Dat we dan op basis van zo'n methode als dit kunnen zeggen, ja, maar dan hebben we hem niet nodig. Een andere conclusie waar we toe kwamen is van, ja, we weten te slecht hoe het tussen die buizen zit en we weten te slecht hoe het met die onzekerheidsverdeling zit over ons hele gebied. Dus we gaan het nu aanvullen met een dynamisch grondwatermodel die ook voorspellingen gaat doen. En als die voorspellingen van het dynamisch grondwatermodel dan veel gaan afwijken van wat we menen, is dat voor ons een indicatie van, ja, dit gebied kennen wij, hebben wij niet goed genoeg in de vingers. We moeten hier beter meten. Zit het dynamisch grondwatermodel heel dicht in de buurt van wat we meten? Dan weten we, nou, dan zit het wel goed. Dan hebben we wat meer vertrouwen om dat soort buizen weg te kunnen halen. Maar de belangrijkste, en nou komt de vraag aan jullie. Hoe goed is goed genoeg? Ik heb nu alleen maar zitten kijken van, ik ga ervan uit dat wat ik nu heb, dat dat goed genoeg is. En dan ga ik kijken of ik datzelfde kan bereiken met minder buizen. Maar ik weet helemaal niet of het goed genoeg is. Misschien moet ik het wel veel beter weten. Of is veel slechter ook goed genoeg? Dus toen zijn we al heel enthousiast begonnen met plaatjes maken van gebieden die belangrijk zijn. Links zie je het plaatje wat gevoelig is voor waterschade. Rechts is het plaatje wat gevoelig is voor droogteschade. Nou, mooi, hebben we dit plaatje. Daar hebben we met z'n allen naar zitten staren. Toen dachten we, maar wat betekent dat nou voor de toelaatbare onzekerheid in ons phreatisch grondwaterpakket? Ja, en daar kwamen we eigenlijk nog niet uit. En daar willen we ook nog uitkomen. En dan weten we eindelijk of we kunnen schrappen of bij moeten plaatsen. En ja, hoe goed is goed genoeg? Als jullie me daarbij kunnen helpen, dan hoor ik dat graag. Maar eerst mogen jullie misschien nog vragen stellen. Dat was het. Dan stop ik met delen. Ja, dank Jelle. Ja, je stelt eigenlijk een vraag aan de zaal van hoe goed is goed genoeg? Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Als je zegt van nou, ik wil er wel iets over zeggen, kun je dan even je handje opsteken? Want ik zie er eigenlijk geen vraag in over de chat. Dus is er iemand die Jelle kan helpen? We zitten hier met een flink aantal mensen, dus hopelijk heeft iemand daar wat over te zeggen. Ik zie hier Rutger Ouwerkerk. Rutger, zet je microfoon maar aan en dan kun je even vertellen hoe jij Jelle kan gaan helpen.
Ja, goed genoeg is... Oh, ik zie dat ik niet zichtbaar ben, maar dat maakt niet uit. Je had het wel. Ja, het is grappig. Oh, wacht, ik zie het al. Mijn laptop staat verkeerd. Maar ik kijk op het grote scherm. Goed genoeg hangt volgens mij af van je meedoel. Dus je moet eerst bepalen wat zijn de meedoelen van een waterschap. En dan kun je dat bepalen. Ja, maar kan je dat nog concreter maken? Want mijn meedoel is bijvoorbeeld... voorkomen dat mijn NBW-norm overschreden wordt in het puur graslandgebied. Ja, nou, als dat is een van je meedoelen dan. Hè? En dan moet je in die graslandgebieden kijken hoe erg... Ja, wil ik dat op 5 centimeter nauwkeurig weten? Maar voor 90% van mijn grasland. Mm-hmm. Maar dit is, dit is geen grondwatervraag. Hè? Van, heb je al concrete doelen voor je grondwater? Bijvoorbeeld binnen de Brabantse Delta. Die zegt, nou, hier kan ik echt een helder meetdoel ook aan koppelen, Rutger. Ja, je moet eigenlijk per buis... Ja, wat wij doen is per buis bepalen welke meetdoelen er aan die buis hangen. Mm-hmm. En... Ja, je had het net over ook algemene meetdoelen. We werken in bijvoorbeeld samen met de provincie Noord-Brabant. Die heeft bij ons een primair meetnet. En daar maken wij als waterschap al gebruik van. Dus dat het algemene beeld van zijn... Ja, is het aan het verdrogen of is het aan het vernatten? Daar meten wij zelf nauwelijks voor, of niet? Ja, we kunnen een paar extra buizen in witte plekken erbij plaatsen. Maar daar gebruiken wij het provinciale meetnet voor. Dus veel van onze buizen zijn eigenlijk alleen maar projectmeetpunten. Mm-hmm. Met een duidelijk doel. Ja, met een duidelijk doel. Wat beschreven wordt op mensen die buis gaat plaatsen. Dus bijvoorbeeld het Ulfhoutse bos willen we vernatten. Zeggen we, nou, we willen in dit gebied 10 centimeter vernatten, in dit gebied 5 en daar 30. En dan worden die buizen geplaatst. En dat staat dan beschreven in het monitoringsplan wat bij dat meetnetje hoort. Mm-hmm. Oké, dank. Ik zie nog een handje van Matthijs ten Harkel. Misschien kun jij ook even wat zeggen. Volgens mij ben je ook uit Brabant. Ja, omdat Rutger begon, dan ga ik ook maar beginnen over, want ik ben van de provincie. En ik ben van de monitoring van het grondwater. Mm-hmm. Dus wij hebben een primair meetnet inderdaad met in totaal volgens mij iets van 1000 filters of zo, waar we drukopnemers hebben hangen. En het is inderdaad wat Rutger zegt, je moet goed weten wat je wil toetsen. Want wij hebben bijvoorbeeld voor de kaderrichtlijn water moeten we toetsen of er geen verandering in de grondwaterbalans is. Hè, dus onttrekking en aanvulling. Mm-hmm. En daarvoor doen we trend. Met behulp van die tijdreeksanalyses bepalen we trends. En je kan dan ook toetsen of je met meer of minder buizen toch nog dezelfde trend kan vaststellen. En hoe zeker die trend dan kan vaststellen. Dus op die manier kan je ook kijken. Nou, daar zijn we er ook achter gekomen dat we voor de KAW waarschijnlijk wel voldoende buizen gebruiken om die trend te bepalen. Maar voor de Sleng Diep kwamen we achter dat we toch wel wat weinig buizen hadden. Nou, is dat een selectie van buizen die we voor de KAW gebruiken. Maar zo kan je dus ook, nou ja, een beetje, is zo'n statistische methode is dat ook, hè, om een steeds wisselende samenstelling van uit een populatie een steekproef te nemen, te kijken bij welk aantal gaat het gemiddelde opeens heel erg afwijken. Mm-hmm. Dat zijn allemaal statistische methodes om ook je omvang van je steekproef goed te kunnen vaststellen. Maar het is erg afhankelijk inderdaad, waarvoor wil je het meten? Wil je een gebiedsgemiddelde voor je hele beheergebied als waterschap bepalen? Want dat is vaak alweer een andere vraag als dat je voor een deelgebied, dat zie je bijvoorbeeld ook met kwaliteitsmetingen, bij wijze van spreken, voor heel Brabant hebben we net zoveel punten nodig met kwaliteit als voor een akker. Omdat die variatie zo groot is, dat het eigenlijk niet uitmaakt op welk schaalniveau je zit te meten. Je hebt bijna altijd 100 punten nodig, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dat is denk ik met grondwater is dat ook wel een beetje. Je kan soms op korte afstand toch ook flinke verschillen zien. Ja. Net afhankelijk of je dicht in de buurt zit van een oppervlaktewater of niet. En... Dus misschien is het ook wel hè, dat je voor het hele beheergebied net zoveel punten nodig hebt om een goed gemiddelde grondwater te bepalen als dat je in een deelgebied gaat zitten. Ja. Dat zijn allemaal van die overwegingen waar je tegenaan loopt, zeg maar. Oké, dank voor je antwoord. Ja, Jelle, een beetje je antwoord op jouw vraag, hoe goed is goed genoeg? Ja, dat hangt helemaal af van het doel wat je voor ogen hebt waarmee je gaat monitoren. Ben je daarmee geholpen? Nou, ja, maar het blijft, zeg maar, wat Matthijs ook al zei,
Het is ook een beetje achteraf constateren of je genoeg had. Of niet. Tenminste, door ik op een gegeven moment zeggen, toen kwamen we er in die beek achter, dan hadden we eigenlijk wel meer mogen hebben. En bij die andere KW-doelen hadden we genoeg. En ik zou graag van tevoren kunnen geven. Ik had het heel makkelijk maken. Verdrogende natuur. Eigenlijk weten we best wel slecht wanneer natuur nu echt het loodje begint te leggen. Dat weten we niet heel goed. Wel een beetje. Maar hoe lang moet het duren enzovoort. En om dat te kunnen voorspellen, om dat in mijn model bijvoorbeeld kwijt te kunnen, is dan 10 centimeter nauwkeurig genoeg. En op hoeveel punten moet ik dan gaan meten om vlakdekkend die nauwkeurigheid van 10 centimeter te halen? Of moet ik eigenlijk zelfs naar 5 centimeter toe? We hebben bijvoorbeeld, om nog iets concreet te maken, dat gaat wel weer over oppervlaktewater. We hebben de bietmeters geplaatst om onze calamiteitenorganisatie te ondersteunen. En de bietmeters die kunnen eigenlijk niet nauwkeuriger dan 5%. Eigenlijk moet je uitgaan van 10%, dan ben je al heel lekker bezig als je de bietmeting 10% nauwkeurig is. Maar we kwamen erachter dat voor onze calamiteitenbeslissingen een afwijking van 10% in ons debiet echt eigenlijk veel te groot is. We hebben een nauwkeurigheid van 10% nodig, omdat dat het verschil is tussen nu in moeten grijpen of pas overmorgen. Maar het is niet altijd zo duidelijk te koppelen aan je doelen. Je landbouwopbrengst, ik weet niet hoe lang Wageningen er al niet mee bezig is om een beetje een fatsoenlijke waterwijze te kunnen maken. En dan nog wordt er elke keer weer geklaagd van ja, maar hier klopt het niet, want ik heb hier een kleilens. En dan die onzekerheden, en dan bepalen we hoe die onzekerheden dan weer doorwerken in de onzekerheid die je nodig hebt voor je meetnetwerk. Ik vind dat vind ik lastig. En inderdaad, bij sommige projecten is het gewoon heel duidelijk. En dan weet je, maar zeker als je wat algemener wordt, vind ik het nog steeds lastig om uit te kunnen leggen aan mijn leidinggevende. Ik wil toch echt wel 250 buizen. Ja, maar dat optimaliseren dan. Ja, maar straks vallen er 30 buizen uit en dan weet ik in dit gebied niks meer. Dus ik wil een paar dingen voor de robuustheid. Nou, dat vind ik lastige gesprekken, merk ik. Maar misschien moet ik dat soort gesprekken gewoon vaker voeren om daar wat handiger in te worden. Dat zou het ook kunnen zijn. Maar goed, lang verhaal kort. Ja, ik ben ermee geholpen, want het is een goede richting. Alleen in wat algemene gevallen vind ik het toch lastig. Bij projecten kom ik inderdaad meestal wel uit. Maar ook dan vaak achteraf, merk ik. Kan ik achteraf zeggen, ja, ik had er zoveel nodig. Of nee, ik had meer moeten hebben. En dat is soms niet op tijd. Dat was het, dankjewel. Ja. Oké, nou bedankt Jelle voor je reactie. Nou, en ook je eerlijkheid. Je zegt, nou, het is best wel moeilijke materie. En nou, misschien ook iets om over door te praten in een andere setting een keer. Maar dank voor je reactie. Ik stel voor dat we doorgaan naar de volgende spreker, Peter de Putter. En Peter gaat naar een heel ander aspect van het grondwater kijken. Maar eerst zal ik even Peter introduceren. Peter is Leidsjurist, zo is hij opgeleid en al meer dan 25 jaar werkzaam in het waterbeheer. Hij heeft mede bureau Sterk opgericht, waar hij nu dus ook al heel lang werkzaam is. Peter, zijn uitdaging is van dat hij de toch wel complexe wet en regelgeving simpel wil gaan uitleggen. Dus daar kunnen jullie hem straks ook aan gaan houden, hè? Was het een simpel verhaal en hebben we hem kunnen volgen. Verder gaf Peter aan mij aan van ja, ik vind het ook leuk om te publiceren. Dus ik dacht eens even kijken op zijn publicatielijst. Nou, ik schrok een beetje, want die was toch al bijna meer dan 10 kantjes lang. En wat ook Peter heel bijzonder maakt, is dat hij plaatsvervangend rechter is. Dus weet wie we in ons midden hebben. Dus hij zal recht spreken straks. En nou, Peter gaat ons nu een lesje juridisch waterbeheer geven. Dus Peter, aan jou de floor. Tja zeg, jongen. Dat is wat, hè, als je dat allemaal zo hoort. Het lijkt net of ik wat kan. Ja, ook. Maar we zijn er nog niet, want we weten allemaal ook dat grondwaterbeheer, dat is een complex verhaal. Zeker ook als je het juridisch bekijkt. We hebben net al gezien van ja, wat moet je nou precies meten? Wanneer doe je het goed? Nou, dat soort vragen, hè, daar lopen feiten en meningen ook wel eens door elkaar heen. Dat is in het recht niet anders. Hè. We hebben hier in mijn geval niet met een beta-wetenschap te maken. En ik heb wel ervaren in de loop der jaren
inderdaad dat feiten over wie gaat naar waar over en ook de meningen daarover nog wel eens uiteenlopen. Nou, ik wil hier een deel van de feiten laten zien. Tegelijkertijd daarbij ook aantekenen dat wetgeving is ook soms een kwestie van interpretatie, zoals jullie wellicht weten. Hè, waar je met woorden werkt, daar wordt er geïnterpreteerd. Dus laten we eens kijken hoe ver ik kan komen. Ik ga proberen mijn verhaal te delen. Dat zou moeten lukken als het goed is. En ik denk ook wel dat dat lukt. Even kijken. Ik kom nog even groot maken. Zichtbaar, hè, volgens mij. En misschien voor de mensen die mij nu heel groot zien en de presentatie heel klein beneden. Ik heb net ook geleerd. Dan moet je even op de presentatie klikken. Dan gaat het goed. Dus dan zie je. Nou, waar wil ik jullie in meenemen? Ontwikkelingen, uitdagingen in dat grondwaterbeheer dus. Hè, want er is nogal wat gaande. En we zijn met van alles en nog wat bezig. Maar wie moet daar nou wat mee? Moeten we er wat mee of kunnen we er wat mee? Wat is eigenlijk grondwaterbeheer? Nou, ik zeg nu al op voorhand dat we dat niet juridisch gedefinieerd hebben. Maar er zijn wel definities in de wetgeving, waterwet, die ons daarbij helpen. Nou, dan natuurlijk iets over taken en bevoegdheden. Wie gaat waarover en welke mogelijkheden, welke instrumenten ook heb je dan? En last but not least, en ook leuk voor de discussie, wat is dan wel geregeld en wat niet? En datgene wat niet specifiek geregeld is, mag je daar dan wel wat mee? Peter, nou, ja. Peter, wil jij misschien je presentatie even in de presentatiemodus zetten? Die staat er wel op, maar ik moet hem even aanklikken. Oh. Ik zou eens willen dat het de presentatiemodus was. Help mij even. Rechts onderin. Ja. Klikken. Zo toch? Of gaat het daar niet goed? Maar wij zien hem niet. Zal ik hem voor je delen? Ja, ik denk dat je het verkeerde scherm deelt. Je ziet de mensen. Je deelt waarschijnlijk het programma PowerPoint in plaats van het scherm. Ja. En als je het programma deelt, dan krijgen we dit te zien. Als je het scherm deelt, dan... Tenminste, zo werkt het bij mij. Moet ik eens even kijken wat ik hier dan kan doen. Sluit ik dit even af. Dan vraag ik Ronald even om mij te helpen. Ronald, lukt dat? Ja. Goed zo. Dan geef ik wel seintjes. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ja, je ziet er mensen. Valt allemaal niet mee dit. Maar deze hadden we gehad. Dat had Michelle mij al een beetje. Dus dan wil ik de volgende slide graag. Ja, en de volgende. En dan ga ik echt beginnen. Ja, oké. Nou, welke uitdagingen, ontwikkelingen hebben we zowel in het grondwaterbeheer? Voor jullie, voor velen van jullie best een bekend verhaal, denk ik. Je ziet zaken als opkomende stoffen. Er is van alles gaande. Er vindt ook lekkage, uitloging naar grondwater plaats. De drinkwaterbedrijven maken zich daar bijvoorbeeld ook erg druk over. Niet in de laatste plaats, omdat er langzaam zeker ook meststoffen en bestrijdingsmiddelen in grondwater worden aangetroffen. En op termijn wellicht nog meer gaan opkomen. Droogte is een probleem. Dat hebben we de laatste 3 jaren bijvoorbeeld ook gezien. 3 jaar op rij met droogte te kampen. Kan tot de zettingsschade en zo leiden. Verdroging van natuur. Daar net ook al iets over gehoord. Bodemdaling is een fenomeen wat zich in veengebieden voordoet. En waar we nu proberen het proces daarvan wat tegen te gaan. Verzilting, het zouter worden van het grondwater. De energietransitie, alles wat met bodemenergiesystemen, maar ook bijvoorbeeld alles wat via de mijnbouwwet en dergelijke wordt geregeld. En last but not least, hangt ook wel samen met die droogte. Gisteren was volgens mij Hein Pieper nog in het nieuws, of eergisteren, van we moeten dat water toch echt langer gaan vasthouden. Want we zijn het nu weer aan massa aan het afvoeren, maar straks hebben we het weer hard nodig. Nou, ik weet van techniek natuurlijk niet zo heel veel, maar ik probeer hier altijd te helpen met de mensen die van techniek wel wat weten en die weten wat er moet gebeuren. En dan is de vraag, kun je dan ook wat? En moet het ook van de wetgever? Maak de volgende slide. Nou, dat is een belangrijke vraag eigenlijk. Dan gaan we eens even kijken, gaan we de wet in. Nou, ik kan me nu voorstellen dat er een heleboel mensen gaan afhaken, maar doe dat niet mensen, want dit is best boeiend. Wat is grondwaterbeheer? Nou, ik zei al, grondwaterbeheer zelf, daar hebben we geen definitie van. Maar in de waterwet zie je wel wat het beheer is. En dat is de overheidszorg.
Ik lees toch even voor. Met betrekking tot één of meer afzonderlijke watersystemen of een onderdeel daarvan, gericht op de doelstellingen van de waterwet. Nou, dat laat ik straks nog even zien. En dat is een hele algemeen geformuleerde overheidszorg eigenlijk. Maar die is in de waterwet toebedeeld aan het Rijk voor de Rijkswateren. En voor de niet-Rijkswateren zijn dat de waterschappen. Veelal de regionale wateren genoemd. Hè? En wat de Rijkswater is, dat vind je in het waterbesluit. En er staat gewoon een hele lijst van Rijkswateren. Nou, wat is dan een watersysteem? Nou, je ziet het al. Hè? Het begint met samenhangend geheel. Dus dat vraagt ook een integrale en samenhangende benadering eigenlijk. Van oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen, bergingsgebieden die daarbij horen. De dijken natuurlijk, de keringen en de ondersteunende kunstwerken. Nou, hartstikke mooi als ik het zo lees. Maar mag ik dan de volgende slide? Dank je, Ronald. Er is nog een definitie, minstens zo belangrijk. En dat is waterbeheer. En waar het beheer dus in de waterwet aan Rijkswaterstaat, zeg ik maar even, en de waterschappen is voorbehouden, is er ook een definitie van waterbeheer. En dat is de overheidszorg die is gericht op de in de waterwet genoemde doelen. Laat ik zo zien hoor, die doelen. En bij jullie, bij de meeste van jullie ook wel bekend, denk ik. Hieruit valt af te leiden, en dat blijkt ook in de literatuur, dat waterbeheer niet alleen een zaak is van Rijk of waterschap, maar van alle overheden. En waterbeheer kun je ook met veel meer dingen, met veel meer wetten regelen dan alleen wat er in de waterwet staat. He, om daar een concreet voorbeeld van te geven, als je aan de watertoets denkt, he, die in de sfeer van de ruimtelijke ordening belangrijk is, dan is dat toch een instrument dat door een RO-partij, meestal gemeente, als het om bestemmingsplannen gaat, moet worden uitgevoerd bij allerlei nieuwbouwprojecten en dergelijke. En dat is nou niet iets wat in de waterwet is geregeld. Hè. Dat is via de wet ruimtelijke ordening geregeld. Dus dat is om er maar eens eentje te noemen. Er zijn er nog meer. Je zou ook aan de wet bodembescherming kunnen denken. Hebben we straks onder de omgevingswet niet meer. Maar die heeft natuurlijk jarenlang dienst gedaan om bodem en ook het grondwater zeg maar schoon te maken. Je zou ook aan de drinkwaterwet kunnen denken. Daar zit een zorgplicht in voor alle bestuursorganen. Ja, om toch rekening te houden met het belang van de openbare drinkwater. Voorziening. Dus ja, dat zijn allemaal wetten die niet de waterwet zijn, maar waarmee we toch proberen om iets aan dat waterbeheer te doen en dat waterbeheer gezonder te laten verlopen. Dus allerlei partijen, ook Rijk, provincies en gemeenten, hebben wettelijke taken, al dan niet via de waterwet gekregen, om de waterwetdoelen te halen, om daar hun best voor te doen. Het mooie daar, die doelen dan. Nou, dit zijn de doelen zoals ze in de waterwet staan. Hè. Daar zijn we allemaal mee bezig. Hier doen we ons best voor. Dus onder A zie je dan vooral waterveiligheid zou je kunnen zeggen. En het voorkomen van wateroverlast. En ook waterschaarste. Dus dat is een tekort aan water. Onder B herkennen de mensen de doelen die we vanuit de Europese richtlijnen moeten realiseren. Als het gaat om grondwaterlichamen, zet je dan vooral in de chemische kwaliteit van watersystemen. En het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. Hè. Waterbeheer draagt voor een belangrijk deel bij aan allerlei functies die van water afhankelijk zijn. De volgende graag. Ik zie inderdaad ook staan nu in de chat dat grondwater ook een onderdeel is van het bodemsysteem. Dat klopt. Hè. Als je de definitie van bodem leest, zowel in het huidige recht, maar ook onder de omgevingswet, dan is grondwater ook een onderdeel van de bodem. Dus het is dan ook niet zo gek dat we beleidsmatig en ook in juridische zin, zeker onder de omgevingswet, dat als één systeem gaan zien. En dat doen we beleidsmatig eigenlijk voor een groot deel al. Hoe zouden we dan grondwaterbeheer zelf kunnen definiëren? Nou, een keiharde definitie is er niet, maar als je dan die doelstelling van de waterwet die breder erbij pakt, dan zou je kunnen zeggen, dat is de overheidszorg die is gericht op de doelen van de waterwet. En in dit specifieke geval voor grondwater. Het voorkomen en waar nodig beperken van wateroverlast, dus grondwateroverlast en grondwaterschaarste. Bescherming en verbetering van de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen.
Dat is dan belangrijk. En last but not least, de vervulling van maatschappelijke functies door grondwaterlichaam. Grondwaterbeheer is dus een zorg, hè, dat is dan even een voorlopige conclusie, van alle overheden gericht op de doelen van deze wet, van de waterwet. En er zijn tal van wetten die daar mogelijkheden en ook bevoegdheden en instrumenten voor geven. En dan is een beetje het verhaal van de ochtend. Een bevoegdheid heb je ook niet voor niks. Dus als je een bijdrage kan leveren, ja, dan is de stelling eigenlijk, maak er dan ook gebruik van. Maak de volgende. En er zijn dus heel veel bevoegdheden, hè, met vergunningverlening en zo, en weet ik het allemaal. Hoe zit het dan specifiek met het waterschap? Op een dag van vandaag ook interessant natuurlijk. Nou, het waterschap, zoals jullie weten, is een zogenaamd functioneel bestuursorgaan. Die houdt zich met, zoals dat heet, een wat beperktere overheidstaak bezig. Namelijk de zorg, de waterstaatkundige verzorging van het beheergebied waarover zij dus waken. En daar zit de zorg voor het watersysteem dus bij. Dat is een brede taak. En we weten dat watersysteem, dat er ook grondwaterlichamen toe behoren. Dus in beginsel gaan waterschappen zeker ook over de goede staat, de goede toestand van de grondwaterlichamen. Nou, taken van waterschappen zijn, die hebben die taak eigenlijk te danken aan de provincies. Via provinciale verordeningen en specifieke reglement is geregeld wat een waterschap moet doen. Nou, meestal is die taak redelijk algemeen omschreven. Dat zie je hier bijvoorbeeld ook staan. Het waterschap is belast met beheer van het watersysteem, dan wel de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied. Tenzij deze taak aan een andere overheid is opgedragen. Zo weten we dat de provincie specifieke taken heeft in het waterbeheer en de gemeente bijvoorbeeld ook. Daarbij, niet alles hoeft nu en vandaag. Daar hebben we domweg ook als waterschap vaak de middelen ook niet voor. Dus zowel provincies, rijk, gemeenten, waterschappen hebben de nodige beleidsvrijheid bij de uitoefening van taken. Pak ik de volgende slide erbij. Ja, wat is er dan bijvoorbeeld nog niet geregeld op het gebied van grondwater? Straks aan het eind van de sessie gaan we nog vragen waar jullie denken dat er meer gedaan moet worden. Ik noem hier een paar. De bescherming van voor menselijke consumptie bestemd water volgt direct uit de kaderrichtlijn water. En als we kijken hoe het in Nederland is geregeld, dan zie je dat in provincieland grondwaterbeschermingsgebieden zijn. Maar voor zover ik weet, beschermen die eigenlijk alleen maar de winningen voor de openbare drinkwatervoorziening. Terwijl voor menselijke consumptie bestemd water meer is dan alleen dat. Dus daar zou je wellicht nog wat mee kunnen. Ik zeg niet dat het per se moet, maar het zou kunnen. Dan lozingen vanuit landbouw in de bodem. Nou, inderdaad, je ziet het ook staan. Grondwater is een onderdeel van de bodem. Alles wat in de bodem terechtkomt en wat we daar niet willen hebben, dat loogt uiteindelijk misschien wel uit naar die grondwaterlichamen. Nou, dat willen we eigenlijk niet. Tegelijkertijd hebben we met de landbouw belang te maken. Hoe ga je daarmee om? Lozingen van andere verontreinigende stoffen. En daar komen steeds meer stoffen waarvan we tot voor kort het bestaan misschien nog niet eens wisten. Vasthouden van water en ook grondwater. En dat is misschien iets waar we nog veel meer mee kunnen en moeten. En uit een hele andere hoek van sport, tak van sport, een ophoogeis bijvoorbeeld of een grondverbeteringseis bij nieuwbouw. Ja, als dit soort dingen noodzakelijk zijn, dan zijn er mogelijkheden ook om dat te regelen. En daarbij wil ik even wijzen, en dan noem ik wat voorbeelden uit het niet-grondwaterdeel van het waterbeheer. En we regelen best wel veel al in dit land, terwijl daar niet een specifieke wettelijke opdracht voor staat. En menig waterschap is bekend met dat er bij de dijken een profiel van vrije ruimteopbelegger in wordt getekend. Om te bereiken dat er in de toekomst ook echt een versteviging, een uitbreiding van zo'n dijk plaatsvinden. Dit heeft men dus nodig gevonden en het is ook geregeld. Maar in de wet zie ik niet staan dat dit moet. Dat zo'n expliciete regel zie ik niet staan. Hetzelfde geldt volgens mij vrijwel alle keuren van de waterschappen. Die zeggen, nou, het is allemaal best als er nieuwbouw plaatsvindt. Maar hou rekening met een zekere
percentage tussen verhard en onverhard oppervlak. Nou, het staat nergens in een wet dat je dat moet doen, maar we doen het toch. Remmen van het proces van bodemdaling. Nou, dat is de laatste jaren, wordt daar heel veel over gepraat en gediscussieerd. Langzaam maar zeker begint dat ook in te komen. Dus daar kun je ook best wel wat aan doen. Hè. Je kan de peilbesluiten zo wijzigen dat er wat minder grondwater afgevoerd wordt, minder ontrokken wordt. Nou, vaststellen van een bouwpeil in een bestemmingsplan, ook zoiets. Nergens staat dat de gemeente dat moet doen. Maar we vinden dat in strijd tegen wateroverlast bijvoorbeeld, vinden we dat wel toch een belangrijk ding. En kan dus geregeld worden. Ik weet van de provincie Overijssel dat ze daar een principe bouwverbod hebben, tenzij in overstromingsrisicogevoelige gebieden. Dus ja, je kan dat soort gebieden aanwijzen en dan gewoon zeggen, daar wordt in beginsel niet gebouwd. Of als je daar gaat bouwen, dan moet er op een bepaalde manier gebouwd worden. Afijn, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus eigenlijk gaat het erom, wat wil je met elkaar? Wat is nodig om te regelen? En dan voor het onderwerp van vandaag, hè, wat is er op het gebied van grondwater nodig om te regelen? En de stelling is dan, nou, dan kun je eigenlijk heel veel. Dan heb je er nu al heel veel bevoegdheden. En onder de omgevingswet krijg je er zelfs nog een hele belangrijke bij, als decentrale overheden, zeg ik erbij. Want dan heb je de mogelijkheid om gebiedsgericht maatwerkregels te stellen. Dus dan kun je eigenlijk nog verder gaan dan het Rijk aan regels heeft gesteld. Dat vergt wat meer uitleg, daar kom ik nu even niet aan toe. Maar er kan dus veel. Dat brengt mij op de hoofdconclusie. Dus in die zin is het een kort verhaal. Het is leuk om hier langer over te praten, maar die tijd is er nu niet. Maar mijn stelling is dus een beetje de ontwikkelingen en uitdagingen van nu. Hè, wat we nu allemaal meemaken en wat er in de toekomst nog op ons afkomt. Vraagt eigenlijk een nieuwe beschouwing. Misschien wel steeds weer op de mogelijkheden van de eigen regelgeving. Het kan vaak veel meer dan je denkt. En dan is de kunst natuurlijk, wil je dit ook echt? Durf je dit ook echt? En nou, ik moet zeggen, ik loop inderdaad al wat jaartjes mee inmiddels. Zo'n 25, 30 jaar in dit werk. En ik maak toch ook wel mee dat er angst voor schade, reuring, politiek gedoe, dat dat toch wel een grotere barrière is om maatregelen te nemen dan de mogelijkheden die de wet biedt. En daar wil ik het voor nu even bij laten, Michel. Oké, dankjewel. Eigenlijk is je hoofdconclusie van, we hebben eigenlijk heel veel in handen om dat grondwaterbeheer nog beter aan te pakken. Hè? Ja. En alleen doen we het niet. Heb je ook een idee van waarom we het niet doen? En dat zei je al een beetje van, het wordt al gauw politiek. Hè? Dat is een reden mogelijk van, we branden onze vingers er maar niet aan. Heb je daar ook dat is een beetje onderbuikgevoel. Heb je dat ook wel eens gezien ergens? Dat zeker, het zo weer... zeker. Ja hoor. Je ziet het wel als het om uitlogingen van mest bijvoorbeeld gaat, uitrijden van mest, dat soort dingen. En natuurlijk hebben we een vrij intensieve landbouw in ons land. En op heel veel gebieden, in de laatste tijd vaak ook op tv te zien, gaat het met de bodem, de kwaliteit van de bodem, niet al te best. Dan kun je bijvoorbeeld de vraag stellen, willen we daarmee doorgaan of willen we dat aanpakken? En als je het wil aanpakken, stel dat je dat wil, dat vraagt wel veel en dat kost ook veel. Maar je zou kunnen denken aan, je zou mestvrije zones in je gebied aan kunnen wijzen. Dat doen we nu niet zo heel veel, wel een beetje. De provincies hebben daar best wel mogelijkheden voor in de ruimtelijke ordeningssfeer. Waterschappen werken deels al wel met teeltvrije zones bijvoorbeeld. Nou, die zones zou je nog wat groter kunnen maken om uitspoeling vanuit de grond naar oppervlaktewater te kunnen voorkomen. Zo noem ik er maar een paar. Als het om droogte gaat, zou je best kunnen regelen dat water langer vastgehouden moet worden. Dat je het niet zomaar mag afvoeren. Dat ontwatering niet zomaar meer gedaan mag worden in bepaalde gebieden. Dat is ook de vraag, waar dan? Dat sluit wel aan op het verhaal wat we net van Jelle gehoord hebben natuurlijk. Wat is je doel om te meten? Maar dat is dan een politieke reden. Een andere reden is ook wel, wat ik vaak zie, is dat de regelgeving ook niet altijd even goed
weet te plaatsen. Men kent het niet altijd even goed. Zeker op grondwaterbeheer is de standaardreactie, zie ik in de chat ook wel komen. Het is versnipperd, dus niemand weet wat hij moet doen. Ik zeg het even heel kort door de bocht, maar daar komt het vaak wel een beetje op neer. Inderdaad, het is versnipperd. Ook onder de omgevingswet is ervoor gekozen om niet zeg maar tot één partij te komen die over alles gaat wat met grondwater te maken heeft. Het zou ook niet zo eenvoudig zijn. Dus ja, het komt er domweg op neer dat je dit toch ook samen moet bedenken. Hè? Dat je in omgevingsvisies en in je beleidsformulering toch samen dat beleid moet bepalen. Dat daar de bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden. En dan zeg ik inderdaad, als je dan weet wat je met elkaar wilt en je durft op een gegeven moment ook bepaalde grote besluiten te nemen, dan heb je daar de bevoegdheden ook voor. En de ene heeft dan bevoegdheden die iets meer naar links gaan en de andere gaan iets meer naar rechts. Maar samen kun je dat pakket en bevoegdheden op elkaar afstemmen. En ja, ik hoor nog wel eens maar wetten en het is allemaal heel moeilijk en ingewikkeld. Maar dan denk ik, als je echt wilt, dan krijg je het voor elkaar. Ik zeg niet dat alles kan en nu, dat is iets te kort door de bocht, maar dat kan meer dan je denkt. Nou, dank voor je antwoord. Misschien hebben we iemand in ons midden die, die ook bevoegd is om die beslissingen te nemen en zegt, nou, ik wil er ook wel even op reageren. Misschien is er een bestuurder in ons midden die zegt, nou, ik wil hier wel iets over zeggen. Mag even zijn hand opsteken. Precies. Ik weet niet of de bestuurders luisteren. Ik ook niet. Ik zie nog niemand zich melden in ieder geval. Maar ja, jouw pleidooi is eigenlijk van het instrumentarium wat je hebt. Van ja, durf dat dan met meer lef in te gaan zetten. Dat is eigenlijk de, zoals ik het dan interpreteer. Ja, ik zie wel een leuke vraag volgens mij. Hè, of er bevoegdheid, of er ruimte is, noodzaak is tot aanvullende regelgeving. Mm-hmm. Nou, de belangrijkste is denk ik, en dat vind ik zelf een wel iets om goed over na te denken. En die wordt geboden door de omgevingswet. De omgevingswet zegt eigenlijk, en het Rijk heeft daar ook gezegd, ja, als Rijk gaan we wat minder regelen en we laten wat meer over aan het decentrale bestuur. Dus dat is op zich hartstikke mooi. Mm-hmm. Maar de omgevingswet biedt de mogelijkheid om meer gebiedsgericht en meer met maatwerk te komen dan we tot nu toe hebben aan mogelijkheden. Maatwerkvoorschriften kennen we nu wel. En dat zijn eigenlijk een soort regel bovenop een algemene regel die we dan kennen in de wet. Voor één specifiek geval. Hè, dat zou één perceel kunnen zijn. Of één natuurgebied of één weet ik wat. Maatwerkregels zijn eigenlijk meer gebiedsregels. Waarbij je een heel gebied zegt van nou in dit gebied moet het water langer vastgehouden worden als het valt. Of in dit gebied mag er geen mest meer in de bodem worden geloosd, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En daar kun je voor kiezen. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Maar als we het echt belangrijk vinden om de doelen die ook voor grondwater gelden te halen, ja, dan denk ik dat de meesten van ons wel zien, of velen in ieder geval, ja, dat er iets meer moet gebeuren dan we tot nu toe gedaan hebben. En het Rijk heeft op mestgebied, ook met het nitraatprogramma, dat is nu een zevende in voorbereiding, best wel het nodige gedaan met alle andere partijen. Maar er moet blijkbaar nog wat meer gebeuren. En het is niet aan mij om te zeggen wat er moet gebeuren, daar heb ik geen verstand van. Wat je in de chat voorbij ziet komen, is een aantal dingen die volgens mij een beetje dezelfde link hebben. Dat is dat het over versnippering gaat en over ambitieniveau. Dus ja. Een veeg krijgt een veeg uit de pan. De gemeentes krijgen een veeg uit de pan. Dat ja, ze krijgen allemaal een veeg. En het andere wat er genoemd wordt, dat is men wil misschien wel, maar men is meteen bang voor schadeclaims. Ja, dat zei ik ook net. Dat is een hele belangrijke. En daar hoef je in principe, dat zeg ik ook maar even bij, niet zo bang voor te zijn, hè. Als het algemene belang vraagt dat bepaalde maatregelen genomen moeten worden. En je neemt daar ook de tijd voor, zou ik maar zeggen. Hè? Je moet zo'n maatregel niet van de ene dag op de andere dag invoeren. Dan hoef je voor schadeclaims zo bang niet te zijn. Als je mensen de tijd geeft om te anticiperen op datgene wat aan nieuwe ontwikkelingen gaat komen. Ja, dan zie ik niet zo heel veel reden om voor schadeclaims bang te zijn. Men is er vaak banger voor dan noodzakelijk is. En tegelijkertijd zeg ik er dan bij, wat is de schade nu? Door niks te doen
Althans, door het probleem niet aan te pakken. Wat is daar de schade van? En wat is eventueel de schade als we het probleem van nu aanpakken? Wie leidt er dan schade en wat is de totaalsom daar dan van? En dan heb je het wel een beetje over de maatschappelijke kosten-batenafweging, om het zo te zeggen. En ik denk, ik heb dat bij bodemdaling bijvoorbeeld ook wel gezien. Daar ben ik een beetje actief op dat vlak. Ja, en dan zie je dat de potentiële schade aan gebouwen, infrastructuur, de dijken, weet ik wat allemaal, dat die door waterschappen heel hoog in wordt geschat. Veel hoger eigenlijk dan de schadeclaims die je misschien van de landbouw en van andere perceeleigenaren zou krijgen. Als je het oppervlaktewaterpeil niet langer mee laat dalen met de daling van de bodem. Dat is natuurlijk een hele interessante materie en niet gemakkelijk. Maar dit zijn wel de discussies die je met elkaar moet hebben. Oké, dank. Ik zie Matthijs. Matthijs heeft een vraag. Marcella met een handje omhoog al een tijdje. Marcella, ik heb mijn handje inmiddels laten zakken, okay. Want het is net besproken. Okay. Maar het gaat volgens mij in het algemeen. Je kan dit niet alleen doen. Je moet het met alle overheden samen doen. Waarom zou ik als waterschappen een hele sector. Welke sector gaat boven andere? Dus hoe mag natuur kosten? Of hoe hoog scoort een natuurbescherming ten opzichte van een landbouwer die de meest of niet uitvoert? En dan merken wij dat zeker bij een functionele overheid zoals het waterschap, met echt een sterke aanwezigheid van boeren, een hele moeilijke discussie wordt. En bij de provincie gebeurt precies hetzelfde. En daarom lok je elkaar in een soort, laat het zoals het nu is. Het is lekker vaag. En elke jaar, vroeger was hoofd van de adviesgroep en nu van de operations. Probeer het pijl hoog te houden, maar dat is niet de remedie. Ik wil er graag even iets over zeggen, want het is heel goed wat u zegt en ik snap hem ook. Maar ik heb ook wel eens bij waterschapsbesturen gezeten aan tafel. En dan ging het inderdaad ook wel van maar voor de sector dit en de sector dat. En wat dat allemaal gaat betekenen. En werkgelegenheid ging zelfs over tafel. Nou, dan durf ik toch wel te stellen, daar gaat een waterschap niet over. Niet over, ja. Een waterschap heeft een functionele taak, zoals ik net liet zien. En die is eigenlijk alleen maar op aarde gezet om het waterbeheer zo goed mogelijk vorm te geven. Ja. En dat betekent dat er een belangenafweging moet plaatsvinden, elke keer weer. En de belangen zijn veel, er zijn ontzettend veel van die belangen. Maar het is ook niet zo gek dat in de loop der tijd dat er een verschuiving van die belangen gaat plaatsvinden. Het landbouwbelang is natuurlijk vaak een belang dat binnen waterschapsbesturen heel hoog staat. En daar is ook alle reden voor, in ieder geval alle reden voor geweest. Denk ik dan. Hè? Ik ga nu van een feit naar een mening toe. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we ons steeds de vraag stellen. In het gewricht waar we nu leven, het tijdsgewricht wat we nu leven. Welke belangen zouden we dat misschien iets meer ruimte moeten krijgen, iets meer aandacht moeten krijgen? Ja, ik denk dat ik pleit in ieder geval voor Brabantse Delta. Je ziet wel. De politisering van de besturen heeft ervoor gezorgd dat er meer belangen worden meegenomen. Maar in het algemeen, het gaat met name over de impact op de tarieven en op het draagvlak voor de politieke partijen of groeperingen. Ja. Maar het is ook het waterschap als instituut heeft dan een enorme taak voor een heleboel dingen. En die zeggen, laat deze week er aan mee langs gaan, omdat ik al te druk heb met andere dingen. Dus waarom zou ik dit erbij doen? Dus vraag heel veel lef van de bestuurders. Zeker. Dat is nu in Brabant wel gaande, maar het is, men is nog niet eens of er een verdere sonering of verdere regelgeving nodig is. Ik kan allemaal onttrekkingsverboden gaan uitschrijven, kan ik vergunningen geven, maar ik kan niet verbieden dat in niet beschermde gebieden men alsnog water onttrekt. En wat is erger, grondwater onttrekken of de beken leeghouden? Dus het is best een complexe materie, maar ik zag dat Matthijs ook een handje had
omhoog gehouden en ik neem te veel tijd in beslag nu. Bedankt. Dankjewel. Dank voor je vraag ook, Marcelle, en Peter voor je antwoord. Ik zit wel even in de tijd, want volgens mij beginnen we al helemaal in het denken van kosten en baten en maatschappelijke kosten-batenafwegingen komen op de chat al allemaal binnen. En dat is natuurlijk een hele moeilijke opgave, maar eigenlijk zegt Peter van, nou ja, kijk eens ook goed naar het instrument wat je in handen hebt en hoe je dat eventueel toch beter in zou kunnen zetten, want je kunt meer als dat je nu doet. Dat is volgens mij de hoofdboodschap van Peter. Ja. Om iedereen toch een beetje tot zijn recht te laten komen van de deelnemers, stel ik voor dat we nu overgaan naar de Mentimeter-vragen, zodat iedereen even wat input kan leveren. Daar hebben we nog een kleine 10 minuutjes voor. Dus Ronald, zou je de Mentimeter-vragen in beeld kunnen brengen? En dan, dat zijn er maar 4, dus dat moet kunnen. Dat we toch even ook wat reflectie van de mensen die nog niet aan het woord zijn kunnen krijgen. Hij is nu in beeld op de chat met de code erbij. Dus ik hoop dat het snel gaat, want de tijd schrijdt natuurlijk voort. Nou, hier zie je de eerste vraag in beeld. Grondwater moet worden ingezet voor. En wat een beetje met in je achterhoofd van Peter zei, in ieder geval drinkwater is in ieder geval goed beschermd. Maar de andere dingen, daar is nog niet zo heel veel over geregeld, begreep ik. Als ik het goed begrepen heb. Dus geef aan. Oké. Nou, hier komt eigenlijk uit naar voren weer die verschillende doelen die je met het grondwater hebt. En ik concludeer dat we ze eigenlijk allemaal willen voorzien. Hoewel de landbouw iets minder hoog scoort dan drinkwater en natuur. Peter, kun je daar nog iets over zeggen? Over wat je nu ziet in beeld? Het lijkt dat in ieder geval de luisteraars die nu meedoen, natuur toch ook wel dusdanig belangrijk vinden, dat daar wellicht wat meer aandacht voor moet komen. Dus dat de verdrogingsbestrijding wat steviger te hand moet worden genomen. En dat landbouw ook wel ziet dat er op het gebied van landbouw, zo interpreteer ik het door, dat is oppassen geblazen. Maar dat die wat minder grondwater wellicht zouden moeten gaan gebruiken. En daarbij misschien ook moet dan weer interpreteren dat ze ook wat meer hun best moeten doen om water vast te houden voor tijden dat er een tekort is. Mm-hmm. Zo lees ik het nu een beetje, maar dat is allemaal heel kort door de bocht. Ja, ik weet niet zeker of dit bedoeld wordt. Er zijn reacties opgekomen in de chat dat, dat je er niet één weg kunt halen, dat het eigenlijk één systeem is, vertaal ik dan maar. En dat de tweede is, die sluit erbij op aan, sluit elkaar natuurlijk niet altijd uit. Nee, is ook zo. Het is ook de belangenafweging. Hè? Je probeert alle belangen zo goed mogelijk te dienen. Dus je houdt rekening met elkaar. Hè? Dat is wat we in dit land ook doen. En zoveel mogelijk proberen te doen. Maar ja, het collectieve belang, dat verschuift soms een beetje. Natuur en drinkwater is echt een collectief belang. Landbouw is deels een collectief belang. Hè? Maar zit er ook het bedrijfsbelang wel in. Ja. Oké, laten we naar de volgende slide gaan. Ronald? Deze ging meer over het verhaal van Jelle. Hè? Van wat is de grootste opgave bij meetnetoptimalisatie? Misschien kan Jelle even zo op de antwoorden reflecteren. Dit is een open vraag. Dus iedereen kan even zijn antwoorden intypen. Ik zie nog niet echt iets verschijnen, dus kennelijk is het toch wel een aardig moeilijke vraag. Informatiebehoeften zie ik verschijnen. Samenwerking, bro helpt wel, inzicht hebben in wat zich afspeelt. Meetdoelen helder krijgen. Bepalen wat je doel is en waar je op moet optimaliseren. Meetdoelen bepalen. Beheersen van verontreiniging van grondwater. Niet bezuinigen als hoofddoel hiervoor. Maar je meetdoelen leidend laten zijn. Heel even kijken of er nog iemand omgaat met onzekerheden. Ik zie het woord meetdoelen vrij vaak verschijnen. En daar haakte Jelle ook al een beetje op in. Hè? Van, je meetnet hangt eigenlijk
samen met de doelen die je voor ogen hebt waarvoor je gaat meten. Dus Jelle, kun je daar nog iets over zeggen, wat je nu ziet? Ja, ik blijf die meedoelen. Ik zie ze niet allemaal, even kijken. Je informatiebehoeften, dat hangt dan, die zou je dan moeten bepalen op basis van je meedoelen. Tenminste, dat is de normale gang van zaken. En ook volgens mij wat we net begrepen hebben, dat je je meedoelen natuurlijk helder moet hebben. Nou, dat klopt. Ik denk dat we daar ook nogal wat slagen, in ieder geval bij ons waterschap, nogal wat slagen in kunnen maken. Maar ik blijf ermee zitten. Iemand die vroeg mij een keer, nou stel nu dat ons hele grondwatermeetnet morgen uitvalt. Wanneer krijgen we daar dan last van? Mm-hmm. En ik zeg, nou ja, niet morgen. Nou, volgende week dan? Nee, volgende week weet je het ook dan nog eigenlijk wel goed genoeg. En die week erop dan, ja. En hoe groot is die last dan? Gaan er dan direct dingen overstromen? Of kunnen we eigenlijk gewoon onze gebiedsbeheerders ook gewoon vragen? Er lopen natuurlijk ook allerlei mensen buiten rond, die hebben ook verstand. Kunnen we het niet gewoon aan hun vragen? Mm-hmm. En ik merk dat ik zit dan niet helemaal met een mond vol tanden. Maar mijn antwoord is dan op basis van onderbuikgevoel. En niet op basis van een stapel getallen die ik in hun gezicht kan strooien. Van kijk, zo en zo. En ik zou graag wat meer concreet voorbeeld meedoelen. We zijn ergens een natuurgebiedje aan het ontwikkelen. Boeteleveld heet dat, geloof ik. Nou, die hebben we echt helemaal lek geprikt met buizen. Dat is echt één grote grap. Was dat echt nodig? En ik merk dat als ik dan met andere hydrologen erover ga praten of dat nodig is, dat het toch een beetje een meningengesprek wordt. En dat er geen grafieken en statistiek op tafel komen. En daar ben ik toch een beetje naar op zoek om dat ook te gebruiken. Niet alleen, want niet bezuinigen staat er, daar werd ik ook al doorgetikken. Niet bezuinigen als hoofddoel hiervoor, maar je meedoelen leidend laten zijn. Wat ik een beetje merk, dat we meen te merken, is dat we het waterschap toch wat meer als een bedrijf willen runnen. Want dat zou dan lekker efficiënt zijn. Maar ik vind het ook een beetje een linker soep. Als we bezuinigen tot hoofddoel gaan maken, om onze doelen zo efficiënt mogelijk te halen, dat is denk ik op den duur vragen om problemen. Want we werken buiten. We blijven werken met onzekerheid. En als je het dan zo strak mogelijk afstemt, en er gebeurt iets wat je nog niet verwacht had, bijvoorbeeld 3 jaar achter elkaar een droge zomer, ja, dan kan het maar zo zijn dat je toch te weinig buisjes hebt. Dus dat zijn de dingen waar ik aan denk als ik deze zaken zie. Ja, niet te snel meetpunten wegbezuinigen. Ik zie hem vaker terugkomen dan 1 keer zelfs. Ja, oké, okay, dank je. Ja. Gaan we door naar de volgende slide, want we hebben nog 3 minuten. Dit is misschien wel een moeilijke vraag voor de mensen. Kijk even of er veel reacties opkomen. Ik weet niet of de mensen nu heel hard aan het nadenken zijn of dat we er niet uitkomen. Dus we wachten nog even of er een reactie opkomt. En anders kan misschien Peter daar iets over zeggen. Ja, er komt al wat. Maar iemand is ook heel eerlijk, geen idee. Ja, dat is ook een hele mooie. Misschien wel goed om te vertellen dat er op internet vind je, door Rijkswaterstaat Bodem Plus gemaakt, vind je ook wel een factsheet grondwater in de omgevingsvisies. Dus dat is best aardig als tip mee te geven. Dus daar zie je wel het een en ander. Mm-hmm. Maar ja, ook hier, het beleid op hoofdlijnen. Dus wat wil je eigenlijk met dat grondwater? Lees het bodem- en watersysteem en alles wat er in de ondergrond gebeurt. Wat zijn de keuzes die we daar voor de komende, nou, zeg maar 10 jaar of zo maken? En dat verschilt natuurlijk van gebied tot gebied, van bestuur tot bestuur. En vooral van de gezamenlijke besturen. Omgevingsvisies is iets van, vooral dan de provincies en de gemeenten. Waterschappen leveren daar input op. Drinkwaterbedrijven hierbij ook niet vergeten, zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Die hebben er ook belang bij. Maar de omgevingsvisie geeft echt een beleid op hoofdlijnen aan. Waar gaan we heen? En vervolgens vertaal je dat naar de maatregelenprogramma's, eventueel zelfs naar
regelgeving. Deels hebben we ook regelgeving. Mm-hmm. Even kijken wat ik allemaal lees. Ja, de belangen van grondwater inderdaad helder beschrijven, zeker. Oké, dan. Ja, dan gaan we het even de laatste door. Misschien nog. Ja, laten we nog goed. De laatste vraag. En dan sluiten we over een minuutje af. Want dit is meer voor de organisatie ook van... Ja, wat hebben jullie eigenlijk in deze sessie gehad? Dus daar zijn we wel heel erg benieuwd naar. Dus of jullie even willen zeggen... Nou, dit heb ik vandaag geleerd. Of dit viel me op. Dus je mag er nog even op losgaan. En iemand vraagt ook naar die link van die factsheet. Die kunnen we misschien ook nog even op de chat zetten. Of waar je die kan vinden, Peter. Ik zal eens kijken. Even naar kijken. Ja, ik ga even kijken of ik hem zo kan vinden. Nou, ik hoop toch dat iemand een eye-opener... Ja, daar zie ik al één. Er kan meer dan ik dacht. Zo is dat. Mooi. Oké. Van moeten naar willen. Weer verder nadenken. Dat is ook heel mooi. Dus dat was eigenlijk ook wel het doel van vandaag. Van dat iedereen naar huis gaat en denkt. Waar ik helemaal in het begin ook mee kwam. Van hoe is je hart voor grondwater groter geworden. En het is zo'n belangrijk aspect van het waterbeheer. Van ja... We hopen dat jullie er hier in ieder geval nog over na gaan denken. Oh, ik zie dat you have reached the end of the presentation. Ja mensen, we moeten echt gaan stoppen. Hartelijk dank dat jullie interesse hadden in deze sessie. En ik hoop dat jullie er allemaal iets van opgestoken hebben. En mocht je nog vragen hebben, ja, dan weet je Peter te vinden en Jelle de Jong ook. Dus dank allemaal voor je bijdrage. Tot ziens.